Happy New Year! En bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Veel van wat we doen wordt bepaald door gewoontes. Tanden poetsen, naar kantoor wandelen en koffie zetten. Maar er zijn ook gewoontes waar we minder blij van worden. Je kent het wel, je wordt wakker, pakt gelijk die telefoon erbij. Nou, een en al prikkels en dat zorgt voor onrust en emoties. En het kan best even duren voor je over die onrust heen bent. Wees je hiervan bewust en probeer je dag iets rustiger te beginnen. Open bijvoorbeeld de boeken-app of luister een podcast. Of leg die telefoon gewoon helemaal weg. Dan start je je dag echt rustiger. New year, new me, toch? Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd te werken. Hoe je jouw voornemens wel een kans geeft, is met een jaarthema. Dit is een woord dat voor jou samenvat waar je dit jaar beter in wil worden, meer van wil meemaken of meer tijd en aandacht aan wil besteden. Je kunt het jaar dus ook opdelen in kleine stukjes. Dat geeft je meer sturing en dat maakt het iets behapbaarder dan één enkel doel. En dan misschien wel de handigste tip, maak alles wat je wil praktisch onvermijdelijk. En alles wat je niet wil, maak je voor jezelf heel lastig. Wil je meer muziek maken? Zet gewoon je gitaar in het zicht. En wil je nou meer sporten? Trek dan 's ochtends al die sportoutfit aan of leg 's avonds alvast je matje klaar. En minder snacken, de moeilijkste ja, ga niet met trek naar de supermarkt. Wil je nou alles weten over het beïnvloeden van je alledaagse keuzes om je goede voornemens af te vinken? Lees dan het volledige artikel via de link in de beschrijving.